naast de landing een plekje te gaan zoeken. Een van de camperplaatsen, een informatiehuisje. Dan zullen ze even naar binnen lopen. Een serviceplek. Heel mooi ingericht zo. Informatie halen, tijd te betalen. Wandelroutes, schoen, fietsroutes. En weer een nieuwe voorraad eieren, die je zomaar mag pakken. Eén nadeel hier, moet af en toe even bukken als er een vliegtuig al hierop stijgt. De achteruit ingang van de camperplaats. We kunnen zo het bos in lopen. Waar gaan we naartoe? Ik kijk eerst naar rechts, dan gaan we naar de kant gaan lopen. Maar even een paar geocaches zoeken hier in de buurt. Ja, een beetje jammer van het weer. Ja. Het regent. Je kan blijven wachten tot het mooie weer is, maar hoe lang zou dat nog duren? Ik denk dat het zo moe komt.
eitje bij het eten, aangeboden door de camperplaats. En als je hem doorsnijdt, dan zie je een dubbele dooier. Zo, nog even alles vuile water in de wc legen en dan kunnen we weer naar huis. Zit het weekendje er weer op. Jammer van het weer, dat viel een beetje tegen. Maar ondanks dat hebben we ons prima vermaakt. Tot de volgende vlog!